In deze video ga ik eten bestellen bij het beste en het slechtste thuisbezorgrestaurant van Amsterdam. Maar Stefan, dit heb je toch al een keer eerder gedaan? Klopt, maar er is een nog slechter beoordeeld restaurant bijgekomen. En nu ga ik het vergelijken met het beste restaurant in dezelfde categorie. Die vergelijking is iets eerlijker. Dus het slechtst beoordeelde restaurant van Amsterdam is een Italiaans restaurant. Die ga ik vergelijken met het best beoordeelde Italiaanse restaurant. De uitkomst is weer behoorlijk shocking. Oh. Laat even in de comments weten welke challenge ik volgende week moet doen. En doe alvast een duimpje omhoog. Want anders dan bezorgen ze slechte pizza's bij jou voor de rest van je leven. En voordat we beginnen, jij daar, die nu kijkt, ben je nog niet geabonneerd? Dat zou kunnen, want meer dan 55% van de mensen die mijn video's kijkt, is nog niet geabonneerd. Dus wil je nou 10 jaar lang geluk? Klik dan op die abonneerknop. Het werkt echt. En zet even de notificaties aan. Hey, ik weet het, de titel lijkt niet op wat deze video nu inhoudt. Ik bedoel, het is wel dezelfde video, maar waar ik nu ben, dat heeft er niks mee te maken. Daar kom ik nu op. Voordat deze video begint wil ik het namelijk ergens even over hebben met jullie. Zoals je zag was ik namelijk net buiten. En ik ben in mijn eentje buiten en ik werd ook behoorlijk raar aangekeken toen ik aan het rennen was over een grasveld met zo'n broek en alles in mijn eentje. Maar ik heb dus superveel vette ideeën die ik niet kan maken momenteel vanwege het coronavirus. En niet dat jullie daar veel aan hebben, maar ja, ik probeer gewoon soms nu af en toe even naar buiten te gaan in mijn eentje, een luchtje te scheppen en even te denken van, wat kan ik allemaal maken? Dus mocht jij nog denken, ik zou dit heel graag willen zien, Stefan, doe dat, dan doe ik dat. Ik zweer het, ik doe het. En verder, als het allemaal voor mij is, komen er kapot vette video's aan. Woep! Laten we beginnen met de video. Ik maak in ieder geval een fantastische start met de video, want hier was ik even vergeten om mijn microfoon aan te zetten. Ik zal even beschrijven wat er gebeurt. Eerst ga ik hier kijken naar de best beoordeelde Italiaanse pizza ding restaurant van Amsterdam. Heel veel goede reviews, echt heel veel. Vervolgens bestel ik daar mijn eten en ga ik door naar de slechtst beoordeelde. En die is al ook echt slecht beoordeeld, moet ik zeggen. Ook heel veel slechte reviews. Dit is niet wat je wilt als thuisbezorgd restaurant. En toen was het tijd voor mij om even te wachten. Dat doe ik altijd op deze manier. En daar gaan we! Woe! Damn! Oké, zo. Twee stoelen, want normaal doe ik dit met twee mensen, maar ik ben nu in mijn eentje. Dit is dus het best beoordeelde restaurant. Het duurde ongeveer een uurtje, zelfs iets minder. Dus dat is gewoon prima. Ook zoals ze hadden aangegeven. Even kijken, volgens mij hebben we hier... Ik zal even de Stefan cam erbij pakken. En nu komt de bezorging van de slechtst beoordeelde. Hey! Hey! Ah! Iets dat je misschien opvalt is dat het inmiddels, donker is. Ik heb zo'n 3 uur gewacht op mijn bestelling. Britt is zelfs al thuis. Die is zelfs al naar bed gegaan. Zoveel tijd zat ertussen. En wat me meteen opvalt, het is exact dezelfde doos. Het ruikt niet verkeerd. Geef het toe. Volgens mij hebben we hier de komkommersalade. Boom. Ik heb nog nooit iets besteld volgens mij bij het restaurant, maar het ruikt best wel lekker eigenlijk. Het ziet er best wel prima uit gewoon. Ik moet zeggen, de hele gebeurtenis, de hele belevenis ruikt over het algemeen best wel lekker. Dit is de tiramisu. Er zit zelfs een aardbeidje bij. Dus een soort taartje, een toetje voor daarna. Wat een mega pizza trouwens. Holy... Goed. Wat hangt je aan de buitenkant? Oh ja. Snacks. Een snackmix heb ik besteld. En koek. De snackmix houdt in. Gewoon met Smarties en KitKats. En... Bros, Lion, dat soort dingen. Ik zal even de Stefan cam erbij pakken. Oh, dit zijn de koekjes. Nou, lekker, chocoladekoekjes. Dit is een mooie flits. En dan zal dit de pasta carbonara zijn. Zo, die is warm. Hij is in ieder geval goed heet. Boom. Ah, het ziet er oprecht wel mooi uit. Het is echt perfect mooie spaghetti. Alleen, zit er onderin. Oh ja, kijk, onderin zit het roomachtige. Ik ga eerst een hapje van deze salade nemen. Het is echt lekker. Ik zou nooit zo snel een salade bestellen normaal gesproken, maar dit is top. Oké, nou, top. Dat zal dit zijn. Oh ja, ik heb een snackmix besteld. Oké, boom. Dit is gewoon echt snack. Trouwens, deze hebben ook dezelfde zakjes. Wat? Dit is de snackmix. Een kipnugget. Nou,
Dat is niet verkeerd eigenlijk. Goed bedacht, maar ik ben wel gewoon naar McDonald's kip, doe ik het zelf. De pasta. Hij is nog kapot warm. Ik heb dus altijd een dingetje met pasta carbonara. Ik vind het altijd heel lekker, maar ik word er altijd een soort van misselijk van. Zo. Het is echt wel goed. Nee. Voor een bestelde, bezorgde pasta is het echt goed. Meestal komen ze een beetje sompig aan en zo. En ja, ik bestel ook nooit echt pasta's, want dat is het gewoon net niet. Pizza's kan je prima bestellen, maar pasta, ik weet het niet. Oeh, hij is ook warm. Goed. Dit bakje is ook hetzelfde. Het lijkt bijna gewoon hetzelfde restaurant. Alleen totaal niet dezelfde rating. Pasta's kunnen heel erg fout gaan altijd. Oké, hij is in ieder geval wat minder goed gevuld. Hij ziet er ook iets minder appetijtelijk uit, moet ik zeggen. Is dit kip? Dit is niet de goeie. Ik heb een kip pesto besteld, het staat hier. Dit is vis. Oh nee, wacht. Nee, het is wel. Het is wel kip trouwens. Volgens mij is het... Volgens mij zit er ook pesto in. Ja, nee, het klopt wel. Het klopt wel. Het ziet er gewoon heel raar uit. Het is een soort van roze kip. Als ik iets niet wil, is het een roze kip. Ik vertrouw kip sowieso niet. Ik heb een keer voedselvergiftiging gehad van een thuisbezorgd restaurant. Door kip. Waarom stel ik er ook kip bij het slechtste restaurant? Dat is echt niet verstandig. Ik laat deze nu nog wel even voor wat het is. Het moment waarop wij hebben gewacht. Het belangrijkste natuurlijk. De pizza. Daar komt ie. Boom. Zo, ik maak wel even een mooi shot van die pizza. Ik krijg je honger, jongen. Nou, op het eerste gezicht. Prima pizza. Ik zie wel dat hij nog niet is voorgesneden. Waar ik me best wel aan kan irriteren. Want je hebt niet altijd een mes bij de hand. Ook lijkt het alsof er wel erg veel kaas op zit. En hij voelt een beetje slappig. Ik voel me echt zo'n food beoordelaar. Maar goed, ik moet even een mes pakken. Want hij zat er niet bij en het is ook niet gesneden. Hoe moeilijk is het nou, jongens? Als je nou een pizza restaurant hebt, je bezorgt pizza's. Doe even snijden. Oké. En dan nu de pizza. Boom. Oh. Oeh, die ziet er wel heel triest uit. Hij is wel gesneden, dat is een voordeel. Oh mijn god, kijk hoe die afbreekt. Oeh, maar de kaas is ook helemaal niet meer gesmolten. Nee, dit is niet goed. Dit is een heel groot verschil met die andere. Oké, maar goed. Ik ga wel even een puntje pakken. Ja, ik moet zeggen, hij is wel lekker. Dit is echt zo'n traditionele pizza, weet je wel? Nice. Food dance. Kennen jullie de food dance? Dat doen mensen als ze eten hebben. Als een beetje zo dansen. Zal ik een keer naar een andere stad gaan? Bijvoorbeeld naar Haarlem of Groningen of Rotterdam. En daar dan het beste en het slechtste bestellen. Best wel leuk, denk ik. We gaan alle steden af, jongens. Nice. Dit is echt niet nice. Sorry, maar... Nee. Ik wil wel het koekje. Al, ik moet wel toegeven... ik heb ook niet heel veel honger meer omdat die ander... natuurlijk er al was. Maar ik ben blij dat die eerst was. Anders had ik hier wel echt wel iets van gegeten. Maar echt niet veel. Maar goed, we hebben wel een beetje restaurants gesupport. En die snackjes ga ik zeker wel eten. Ik word wel een beetje droevig van dit soort dingen. Maar goed, ik doe het voor jullie, jongens. Ik doe het voor jullie. Oh, jongens. Oh. Working on my quarantine body. Ik zit echt vol. Het was echt veel. Maar wel lekker. Nog één hapje misschien. Oh, oké. Mooi zo. Zo, die Steven is echt dik, hè? Oké, nou bedankt voor het kijken. Ik waardeer het. En ik zie je volgende keer. Abonneer ook even. En kijk andere video's. Zo is leuk. Ik weet niet waarom ik blijf zitten.